Holy shit, Rutger. Kijk achter je. Zoals je ziet, alle villages geteisterd door slime infects. Oh, wij ook zo. Maar er is één ding om het op te lossen. Pak je. Welke pakken we? Wortel Cannon! Fuck jullie! Oh god. Oké, Rutger. Werkt dit? Oh, ik vind dat. Ik vind de wortelbom toch wat verder. Alles moet weg! Alles moet weg! We moeten ze redden! Maar ik was je niet dood. Yo mensen van een game kanaal, welkom bij een kleine review. Dit is een gemaakt door een kijker, denk ik. Dat weet Rutger wel. Want die. Dit is gemaakt door Tim. Door Tim en door Tim. Zijn video waar ik deze fan plug in ken, waar ik de Kingdom Boar band, staat in de beschrijving. En wij gaan vandaag laten zien wat hij allemaal kan, oké? Oké, Rutger, laat zien wat de boorpik is. Leg eens uit. Leg het uit. Dit is de boorpik. Kijk, hier komt ie. Een pig, en als je naartoe loopt... Boreaanse vak. Boom. Wat? Kijk, oh! Boom. Allemaal wortelspotten eruit en zo. Dat is best wel geniaal. Echt super vet. Hij is niet kindvriendelijk. Nee. Hey, spring eens voor boor, hè? Spring eens voor boor. Nou... Spring voor boor. Blijf springen voor boor. Spring zelf voor boor. Oh, oké. Okay. Nee. Oké, nu gaan we vliegen. Fuck jou. Nu vliegen we. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oké, doe hem uit. Doe hem uit. Waarom gaat hij door? Rutger, heb je het laten crashen? Nee. Ik zie het allemaal. Oké, nice. Dat is dus spring voor boor. Dus je moet heter springen voor boor. Ik weet niet of dit downloadbaar is. Dat weet misschien Rutger best voor mij niet, hè? Nog niet. Nog niet, misschien. Nee, fuck jou. Au. Hey, epische wortel. De wortel cannon is dus lekker veel vuur en lekker veel. Ja. Damage, denk ik. Wat de fuck is dit? Hij is groen. Wortel confusion, je krijgt een pakkoen. Ga zelf. Ga weg. Blijf dat ding op je hoofd zitten. Hoe lang blijft dat ding op je hoofd zitten? Dix op E? Tot hem weghaal. Nee, hoe lang duurt dat nog? Tot hij weggaat? Nou, wow. Oh nee, fuck jou. Yo. Oh, 12 seconden, oké. Okay. Dan word je 12 seconden dus gevriest met een pompoen op je kop. Wat hoor ik? Hoor je dat? Oh! Hey, ik wil hem weghalen. Kut pumpkin. Wat doe jij, Rutger? 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 Heb je de server laten crashen? Nee. Kut Rutger! Je hebt de server niet laten crashen. Je hebt de server laten crashen. Holy fuck! Oh, dit is dus... Dit is gewoon meer een knal. Best wel een OP knal. Nerf. Oké, wat wil ik zeggen nog meer? Wortel lightning blijft tussen. Oh lol. Je schiet dus een soort van wortel. Met allemaal bliksems. Wat aan? Gewoon halt. Nee, laat me rust. Voel de wortel, voel de pijn van de wortel. Oké, dit is dus een heel OP iets. Dit is dus gewoon, waar ben jij? Al die wortels vallen hier in één keer. Ik ben aan het rondvliegen met wortels achter me. Oké, waar ben je? Dit is dus meer een soort van super ding. Of dat je eigenlijk ver springt, maar je kunt er ook mee vliegen blijkbaar. En dan krijg je heel veel wortels die je dropt. Maar ja, dit was het volgens mij. Ja, dit was het volgens mij. Yep. Ja, dit was dus een wortelplugin gemaakt door Tim. Ik heb de voorbeeldvideo, staat wel gewoon in de beschrijving beneden. Ik vond het echt super vet. Ik kon het ook wel lachen dat iemand... Ben je nu serieus, Rutger? Nee, Rutger. Nee! Fucking 5 FPS.
Ik zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze review. En tot de volgende keer, denk ik, Dylan. En in 3, 2, 1. Oké, uit. Voordat Tim boos wordt. Oh, shit. Oké, deze heeft als enigste overleefd. Wij zeggen gefeliciteerd. En bedankt voor het kijken. Jij bent zo'n eikel. Jij bent echt een eikel. Fuck jou, Rutger. Hij is bij zijn soortgenoten. Doei. Hey Rutger, jij moet nog een video uploaden op jouw kanaal. Abonneer dan ook alvast op Pablo de Mexicaan, zeggen wij. Tot de volgende keer. Alles staat in de beschrijving. Doei. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door GamePC.nl. Omdat de games het waard zijn.